Met de duivels inslaan heb ik laten zien dat ze soms wel eens moeilijk gaan. En dan had ik mijn ideale manier laten zien dat ik een ruimte op het eind van de pen overhoud. Als ik zo'n lange pen heb en moet ik ietsje dieper boren en dat gat wil ik open houden. Want als het hout gaat krimpen, dan krimpt hij er niet uit. Want anders, als hij op de bodem zit, gevuld met lijm of niet, en dan drukt hij die pen eruit. Maar nu wil ik een proefje doen. Hoe komt de lijm nou het overal op de pen, zoveel mogelijk op de pen, en niet in het overstekende holle gaatje aan de onderkant? Daar wil ik het niet hebben. Ik heb 3 situaties bedacht. Kijk, situatie 1. Dat is het insteken van die pen, wat ik heb laten zien. En dan insmeren en dan erin slaan. Situatie B, het gat insmeren. Dus je probeert dat gat vol te stoppen en dan stop je die pen erin. En C is de pen insmeren en dan insteken. Zo deed ik het vroeger. Smeerde die pen, stak het in het gat, sloeg hem erin. Dat is situatie C. Voor mij de oude situatie. En situatie A is de nieuwe situatie. En B is een discutabele situatie. Dus ik ga hier 3 gaten boren. En ik lijm het ook weer met 2 componenten expres. En dat is watervaste lijm. En daar hebben ze ook een code voor. Want daar heb ik het nooit over. Maar je hebt een code. Even kijken, staat dat hier nou erbij? Even kijken, hier stond het wel op. D3, kijk. Vanaf D3 is het waterbestendig. D4 is deze, denk ik. Maar ik zie het even niet staan. D4. Maar dat moet er toch wel op staan, D4. Dat is waterbestendig. Maar je kan van mij aannemen dat dit D4 is. Deze is D3 en gewone houtlijm is D2, geloof ik. En D1 weet ik niet. Dus deze is een gewone houtlijm, maar ook wel waterbestendig. PVAC houtlijm, waterbestendig D3. Nou, dat weten we nou. Ik ga dit moet je met een harder aanmaken. Dit even ter informatie voor degene die niet weten hoe het met die lijmsoorten zit. Ik ga hier die 3 inboren. Ik ga deze duivels erin slaan, zo goed als. Breek die af, dan boor ik hem opnieuw uit en dan doe ik er een nieuw in. Zo simpel is het. Mijn boor zit in die boormachine, daar waarvan ik weet. Ups, snoertje erbij. Dat die pen een gedeelte overhoudt. Je ziet, dat is zo'n stukje, een centimeter of 1,5. Nou, 2 centimeter is het zeker wel. Dus kom ik er 2 centimeter minder, dan moet ik daar rekening mee houden met het erin slaan. Stel dat ik met mijn boor niet dieper kan komen, ja, weet ik het, voor een of andere reden, je weet nooit. Er zit een spijker of wat dan ook. Dan moet je die deuvel er niet zo te diep inslaan. Je weet hoe ver dat die gaat. En als je boor zo'n end korter erin gaat, dan moet je ook zo rekening houden dat die pen zoveel korter erin gaat. Anders hou je geen ruimte over. Goed, genoeg gepraat. Boren. Kijk, nou is het een oude boor, maar nou is die loei eten en dan moet je oppassen. Ik heb hier een potje met een kwastje staan. Dan stop ik hem. Als het goed is, mijn microfoon, dan hoor je dat. Ik ga expres toch door. Ik weet dat die heet wordt. Maar als ik halverwege stop en terughaal, dan wordt het weer moeilijker om weer door te boren. Dus het liefste boor ik in 1 keer door.
ervan roken. Ja, niet misselijk hoor. Dat is heet. Volgens mij is die al verbrand, maar hij doet het nog. Nou, een hele oude boor van me hoor. Dat is, ziet er een beetje zwartig uit, dus hij zal zijn staalhardheid niet meer hebben. Natuurlijk er ook in dat ik niet per ongeluk met mijn handen eraan zit, want dan brand je vingers helemaal een vierde graads verbranding. Ik ga lijm aanmaken. Ik ga A, recept A doen, recept B. Nou weet ik niet of ik die harder erbij doe. Want dat is niet echt nodig. Want ik ga hem straks doorzagen. De cirkelzaag. Probeer ik hem door te zagen. En dan zie ik precies waar de lijm gezeten heeft. Maar als ik het laat uitharden, dan kan die niet wegschieten als ik zaag. Misschien is het toch verstandig om dat even te laten uitharden. Dus ik ga hem toch met een harder doen. Want heb ik minste kans op ongelukken dat hij straks in de cirkelzaag zit, dat die halve pen eruit schiet. Dat is ter voorkoming van ongelukken. Daar is mijn potje. Kwastje van de Action. Zit de plastic hier nog eromheen? Kan ik met een soort blikschaar is het, ik weet het ook niet. Maar dat knipt vrij redelijk. Zo. Dan krijg je dan een kort, stevig kwastje. Ik heb het potje ondersteboven staan, want anders wil het er maar niet uitlopen. Ik heb in dat harde potje heb ik niet het soort maagdenvlies is dat, eruit getrokken, maar een gaatje geprikt met mijn priem, dat het toch schoon naar buiten loopt. Kijk, hij is haast op en dan komt dat er heel moeilijk uit. Dus met een beetje geduld en hij staat ondersteboven, dus komt er af en toe een druppeltje uit. En ik zal niet te veel gebruiken, want daar hou ik nog over, want ik heb in het verleden een beetje te ruim gedaan en daar kom ik eigenlijk tekort. Dus dit gaat zo op de plank. En dan ga ik dat even goed mengen met die harder. Er moet geloof ik een kwart harder in. Nou ja, dat is minder nu, maar hij wordt toch wel hard. En voor deze proef is dat voldoende, dat hij blijft zitten. Goed. Systeem A. Dat is erin drukken. Oh, deze gaat een beetje aan de ruime kant. Deze gaat strakken. Kijk, die zit er strak in, want dat moet. Anders gaat hij die lijn ertussen stoppen. Nu ga ik smeren. Ik smeer hem helemaal in. Voordeel is dat je geen vieze handen krijgt. Fantastisch. Even kijken. Hier situatie B is gat insmeren. Ik heb hem vrij veel gedaan. Dat is voor situatie C. Ik vind deze een beetje te makkelijk gaan. Want dat is die meestal niet. Ik haal hem even over mijn schaaf. Uit dat losse handje. Kijk, nou zit hij er strak in.
zal de rest ook nog een beetje weghalen. Situatie B, dat is het gat insmeren. Dus nu gaan we proberen dat gat vol te stoppen. Nou, dat krijg je natuurlijk nauwelijks voor elkaar. Je kan het wel lekker gaan zitten smeren. Alles smeer je ook onder. En dan komt er een bolletje op. Kijk, nou heb ik hem strak gemaakt. En nou moet ik die lijm naar beneden drukken of meedrukken. Nou, er komt geen lijm meer omhoog. Dus het is eerst een hele slordige methode en nu is die heel schoon. Ja, heeft dat voordelen? Dat weten we niet. We zullen dat straks met de doorzagen wel even merken. Gat C, dat is de pen insmeren en gewoon insteken zoals ik het altijd gedaan heb. Kijk, ik heb hier een pen of een duvel. En het laatste stukje smeer ik niet eens, kom ik in mijn vingers. Maar dat houdt boven. Kijk, dan zie je er wat uitkomen. Zitten. Oké. Nou, gewoon wachten tot het... hard is. En dat heb ik zeker een paar uur voor nodig. En ik denk, als ik... over een uur of drie... kan ik hem wel zagen. Dan ga ik het proberen. Ik laat deze lijn toch gewoon zitten, anders wordt het toch maar knoeiwerk. Ik ga door de duvels heen zagen. De lijm is met een harde, dat betekent dat is een chemisch proces. Dat is een onomkeerbaar proces. Dus ik heb hem op de kachel gelegd. En ik heb een houtkachel waar ik al mijn hout verstook. En nou heeft het anderhalf uur zo'n beetje op de houtkachel. En nu voelt dit gewoon hard aan. En ik denk dat het dat hier in het hout ook hard geworden is. Mede door dat het hout ook warm is. Dus het proces, het chemisch proces is, versneld door de verhitting. Dus nou heb ik hier A, B en C. Als ik dat doorzaag, dan zie ik dat nog terug. Ik doe de stofafzuiger niet aan voor de herrie. Dat kan voor één keer wel. Ik ben net zo nieuwsgierig als iedereen die dit ziet. Wat gebeurt er? Even kijken. Die gaten lopen niet helemaal parallel, behalve de middelste. En ik zie dat dat gevuld is met lijm, die middelste. Dat was ook zo, doordat ik... Even kijken, is dit de middelste? Ja. Dus de middelste zit met lijm. Dat had ik ook voorspeld. Want als je de lijm eerst opdoet en je jast er een duvel in, dan druk je dat naar beneden. Ik zie de bovenste. Zie ik niet terug. Ik zie alleen een beginnetje hier. Dat snap ik niet. En deze onderste, die zie ik ook maar gedeeltelijk terug. Kijk, hier heb ik nou gezaagd. Kijk, daar komt die. Dat is mijn situatie C. En C was de pen insmeren en insteken zoals ik het altijd gedaan heb. En dat is een holletje geworden en dat is goed. De middels is gevuld. Dat was het systeem van het gat insmeren. Dus dat moet je niet doen.
C is de ouderwetse manier zoals ik het altijd gedaan heb. Gewoon dat deuvel insmeren en dan erin slaan. Dan kan je zeggen, misschien is die lijm eraf gegaan. Je kan nog even kijken. En die eerste is helemaal schoon. Ook daar beneden. Dus, en als dat stevig zit. Nou, dat zit het. En die komt eruit. Die voelt schoon aan. Dat is de, hoe ik het altijd heb gedaan. Dan ga ik toch eens even kijken dat mijn eerste manier, is dat nou stevig? Even een schroevendraadje inzet. Kan die er dan uit? Ja. Hier zie ik nog lijm zitten. Ja, ja. Deze heeft iets meer lijm dan deze. Dus, ik denk, de conclusie is hier, dat de manier van erin plaatsen, de deuvel insmeren en dan erin slaan, gaat gedeeltelijk goed naar mijn idee. Als ik dit nou zie, dan zie ik hier nog steeds lijm aan zitten. Ja, hier zit wel lijm aan. En waar is die andere nou? En hier zit ook lijm aan. Dus ja, het proces was nog niet helemaal over. Want ik heb hem, kijk, want die lijm is nog zacht. Dus het zou allebei nog, hier zit allebei, zie je aan het kleurverschil, dat er allebei nog lijm aan zit. En deze meer dan aan deze. Dus ik verklaar mijn manier zoals ik het uitgelegd had van zet hem erin, smeer hem in en sla hem naar beneden. Als de meest gunstige manier. Maar ik zou daarbij aanraden om gemakkelijker iets meer aan de punt weg te schaven. Dus dat hij er wel strak in gaat als hij in het begin, dat noem ik de kont. En aan het eind, de rest moet ietsje gemakkelijker erin gaan, zodat hij die lijm makkelijker meeneemt.